Manipulatie. Het woord viel de voorbije dagen voortdurend in het dossier van de bende van Nijvel. Jawel, het onderzoek werd gemanipuleerd, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, klonk dat. Waarover gaat het precies en wie zou dan wie of wat op welk moment hebben gemanipuleerd? Een poging tot iets meer helderheid met Lauke van den Driessen. Die manipulatie, de deze, dateert van 1985. Dus als ik dat zeg, dan is dat enerzijds omdat ik niet de indruk wil geven dat ik het niet weet en omdat ik het belangrijk vind dat iemand in mijn functie het durft toegeven. U als hoofd van dat onderzoek, waar zaten die manipulaties? Dan? Mogelijke manipulatie. Heeft niet gezegd, er zijn manipulatie, er zijn mogelijke manipulatie. Uit welke hoek? En wij hebben veel gewerkt over een piste met de samenwerking met de comité P. Het is de ontdekking van Ronquière in 86. Manipulatie Ronquière, 1986. Het is 1 jaar na de dodelijke overval in de Deleize in Aalst. En in het kanaal Brussel-Charleroi, bij het hellend vlak van Ronquière, doet de cel Delta uit Dendermonde een bijzondere vondst. De duikers werkten in opdracht van het parket van Dendermonde. Uit het kanaal werden grijze zakken bovengehaald. Het zou vaststaan dat de overigens vernietigde wapens van hetzelfde type zijn als deze die 1 jaar geleden in Aalst werden gebruikt. Inderdaad, er lagen daar plastic zakken in het water met de buit van de verschillende overvallen. Kogelvrije vesten, lopen van geweren, kassa's van warenhuizen, checks van warenhuizen en dergelijke lagen daarbij in. En men heeft die toen gevonden. En men zei, die liggen al een jaar in het water. Later zal blijken dat die geen jaar in het water lagen, als men dat heeft kunnen onderzoeken, dat die daar recent waren ingestopt. Maar dat zal pas veel later blijken, terug naar de jaren 80. Al gauw komen er vragen over de spectaculaire vondst, want de plek was 1 jaar eerder ook al eens onderzocht door de speurders uit Nijvel. Enkele dagen na de overval in Aalst. Getuigen hadden gezien hoe 's nachts aan het kanaal spullen in het water gegooid werden. Maar de speurtocht in 85 levert weinig op. In de parlementaire commissie is de vraag gesteld aan de groep Delta, dus Fritti Trog, Van Roo, Kind enzovoort. Hoe komt het daarbij vandaar te gaan zoeken? En toen zei men, na een nieuwe lectuur van het dossier, er werd beweerd, anderen, dat dat niet na een lectuur van het dossier was, maar een tip van een informant. En dat is natuurlijk belangrijk, want die informant die weet dat die spullen daar gelegd zijn, die weet wat daarin zit, die weet wie dat gedaan heeft, dus die zou heel veel waarde kunnen geven. Eind jaren 90 komt er een tweede bendecommissie die concludeert dat er, ondanks de verklaringen van de cel Delta, die intussen is opgedoekt, er toch iets vreemds aan de hand is met die vondst in Ronquière. Het rapport heeft het over mogelijke manipulatie van de speurders en wil meer gerechtelijk onderzoek. En dan, 16 jaar later, in 2013, horen we dit. Il est exact que l'hypothèse sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, c'est l'hypothèse de la manipulation. Manipulation qui a été soulevée en 97 et qui aujourd'hui, par nos expertises, démontre et repose sur des éléments concrets. De onderzoeksrechter liet de vondst uit Ronquière onderzoeken door het NICC, het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek. En dat NICC komt met verrassende conclusies. De wapens lagen geen jaar in het water, maar hooguit 10 dagen. De verdenking valt op de cel Delta. Hebben zij de wapens misschien in het kanaal gelegd? Of werden ze zelf gemanipuleerd? Wel, ik denk, maar dat is opnieuw denken, hè. Als je aan zo'n dossier bezig bent, en die groep Delta die werkte degelijk, denk ik. En je weet dat er een dregging gebeurd is waar men niks gevonden heeft. Dan ga je volgens mij niet terugdregen. Dan zeg je, het is gebeurd, ga dat niet meer opnieuw doen. Als er een autopsie gebeurd is van een lijk, ga dat nadien ook niet zeggen, ga dat nog eens doen. Hè. Tenzij dat je een tip krijgt van, halt, je denkt dat die natuurlijke dood gestorven is, maar eigenlijk was die vergiftigd. Dan ga je dat terug opkrijgen en doen. Dus ik denk dat die versie van de informant, ik denk dat dat wel juist is. Dat er dus een politieman of vrouw van de groep Delta die een tip gekregen heeft van een informant, maar om die informant niet te verbranden, wat eerbaar kan zijn, hè, vanuit politieoogpunt, dat nooit heeft kenbaar gemaakt en gezegd, ik heb dat dossier teruggelezen, laat ons toch nog maar eens gaan kijken. Dit laatste blijft een hypothese. En ook naar het motief van zo'n informant blijft het gissen.
Dat past dus natuurlijk alleen maar in de theorie die ik al van in het begin had, dat het het creëren van wat men dan zo mooi noemde een pre-revolutionaire situatie was. Die dan niet gelukt is, want de politiediensten zijn wel versterkt, maar de controle is ook veel meer versterkt. Dus dat is in de gedachtegang van die mensen kan ik dat alleen maar zo inzien. En dat ze eigenlijk wouden tonen, kijk eens waartoe wij in staat zijn geweest. Ja, kijk eens wat wij allemaal kunnen en zijn maar zeker, wij hebben het allemaal gedaan. En je zet hem misschien nog wat vergeten. Dat is perfect mogelijk. En we gaan voor een reactie naar meester Walter Dame. Hij vertegenwoordigt als advocaat speurders uit het bendeonderzoek. Goedenavond, meester Dame. Dat zijn dan speurders die deel uitmaakten van die Delta-cel uit Dendermonde. Dat klopt. Die mensen zijn een tweetal jaar geleden bevraagd geweest door comité P specifiek over de wel of niet manipulatie in het onderzoek en het wel of niet iemand van het Delta-team zelf die zou hebben gemanipuleerd. En dat onderzoek loopt volop. Dat onderzoek loopt volop. Er zijn nu de nieuwe evoluties. Wat is hun reactie daarop? Hoe komt dat aan? Wel, het is natuurlijk heel bevreemdend dat in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek men plotseling in alle mogelijke kranten en ook vandaag op tv een aantal details krijgt die eigenlijk in het kader van een geheim van een onderzoek geheim zouden moeten blijven. Ik kan u verzekeren, die mensen die ik daarin bijstand hebben gedurende 30 jaar hun leven gewijd aan dat bendeonderzoek en die zijn zeer verbaasd dat nu vandaag men terecht de Zwarte Piet nog in door te schuiven. Ik heb aanwezig geweest bij de ondervraging van een aantal personen. En ik kan u verzekeren dat zij heel goed hebben meegewerkt en dat nog altijd de grote vraag is er één wel degelijk gemanipuleerd? Twee, de vondst die men heeft gedaan gaat het over alle zaken die pas daar in het water zouden zijn gelegd? En drie, voor ons nog belangrijker, dat de deskundige verslagen die zijn opgemaakt aan ons niet zijn medegedeeld. We hebben die niet kunnen inzien, ook al hebben we dat frequent gevraagd. Dus vandaag vernemen we eigenlijk meer via de pers dan dat we eigenlijk in het kader van het onderzoek tot op heden hebben kunnen leren. En dat is toch weer een ontwikkeling, zelfs in een dossier van de Bende van Heuvel, die ik toch zorgwekkend vind. Dus als ik u goed begrijp, hebt u duidelijk uw twijfels bij die hele thesis van manipulatie die nu opnieuw op tafel komt? Nee, ik heb mijn twijfels over mensen die uitspraken kunnen doen over een dossier dat nog altijd behoort onder het geheim van het dossier. In het geheim van het onderzoek. Wij hebben de deskundige verslagen waar vandaag over gesproken wordt niet kunnen inzien. Die deskundige verslagen zijn niet onderworpen aan enige tegensprekelijkheid momenteel, dus niet voor kritiek vatbaar. En plots moeten wij vaststellen dat die deskundige verslagen vandaag worden opgevoerd als zijnde absoluut gegeven, terwijl in een normale rechtsgang men eerst daar een rechter laat over beslissen, tegelijkertijd ook partijen daar een zeker wederwoord op kunnen voeren. En we zijn in een situatie gekomen waar elk woord verkeerd kan worden geïnterpreteerd en waarbij vooral de rechten daaromtrent het verloop van een eerlijk en normaal proces volgens mij vandaag niet meer gebeurt. Dit houdt niet in dat wij niet toejagen dat een bendeonderzoek verloopt. Dit houdt niet in dat wij niet toejagen dat die cel terug zou versterkt worden. Maar wij zullen absoluut geen uitspraak doen, nog over het aspect of het nu wel of niet gemanipuleerd is. Maar wij zouden graag hebben dat iedereen sereen in die dossier blijft en iedereen plots vandaag straffe standpunten inneemt zonder het dossier te hebben ingekeken, zonder die verslagen te hebben kunnen bestuderen. En als inderdaad daaruit blijkt dat er gemanipuleerd is, dan zullen we daar verder mee moeten gaan. Maar het is allemaal voorbarig om nu bij iedereen grote conclusies te verwachten of uit te willen trekken. Ja. Want een nieuwe fase waarin het dossier op dit moment zit, als het gaat over die manipulatie, de uitlatingen daarover, die komen onder meer van minister van Justitie Geens en van de procureur-generaal van Luik. Hij heeft het over mogelijke manipulatie. Die partijen zijn niet van de minste. Nee, maar als een procureur-generaal spreekt over een mogelijke manipulatie, is dat niet een absolute manipulatie. De procureur-generaal van Luik heeft daar in het verleden al twee keer interviews over gegeven, of minstens zijn medewerkers in een aantal Franstalige kranten. De minister van Justitie wordt klaarblijkelijk gebriefd door de procureur-generaal en de minister van Justitie moet dan op vragen antwoorden in de Kamer. En als hij natuurlijk info krijgt die nog niet volledig geverifieerd is, ja, dan denk ik dat alle betrokken partijen toch eens moeten nadenken, mogelijk, wel of niet, zou het kunnen. En daar worden vandaag plotseling conclusies aan verbonden die eigenlijk enkele magistraat mag maken en niet de bevolking, niet politici,
niet eventueel mensen in de straat en ook advocaten niet. Vandaar de enorme voorzichtigheid die ik aan de dag leg. En dat ik eigenlijk zeg, van dat ons eerst allemaal het dossier instuderen. Hebben we hier inderdaad een grote doorbraak in het kader van het dossier van de Bende van Nijvel. Des te beter dat uiteindelijk gerechtigheid en de waarheid naar boven zou komen. Maar dat ons nu niet vergaloperen met bouten uitspraken en met info die eigenlijk een procureur-generaal niet zou mogen geven in het kader van het geheim van het onderzoek. Ja, meester Dame, om te besluiten leg ik u ook nog een citaat voor uit het rapport van de Tweede Bendecommissie uit 1997, waar is vastgesteld, ja, ze hebben zich laten manipuleren. Ze hebben niet zelf gemanipuleerd, maar dat is gebeurd door een informant, zoals we hier ook in de reportage hoorden. Ja, maar stel nu dat het inderdaad zo is. En stel dat zij een tip krijgen dat daar toch nog een aantal goederen zich zouden bevinden, dan zou je toch wel een heel slecht speuder zijn om niet opnieuw te gaan zoeken in die befaamde bocht van Ronquière. En men heeft dan alle middelen boven gehaald. Men heeft zeer grondig gezocht en men heeft daar heel veel materiaal teruggevonden dat inderdaad aan de bende of aan een andere bende zou kunnen worden gekoppeld. Ja, die speurders hebben hun opdracht uitgevoerd. Als dan 20 of zoveel jaar later zou blijken dat iemand dat daar speciaal is gaan leggen, voor welke manipulatie dan ook, ja, om iemand op een spoor te brengen, iemand een valspoor te brengen, om een aantal zaken te kunnen verdoezelen, dat weten we niet. En dat maakt nu net het deel uit van een gerechtelijk onderzoek. Dus in deze fase, en ik denk dat ik de minister ook in dat kader en zelfs de procureur-generaal heb gehoord, zegt men dat de mensen van de Delta-cel niets verweten kan worden. En dat is een standpunt dat ik vandaag absoluut wil innemen tot het tegendeel bewezen wordt door een magistraat. Dus we zullen allemaal alert moeten blijven, maar ik vraag diezelfde alertheid ten opzichte van iedereen die met dit dossier zijdelings, rechtstreeks of via de media betrokken is. Meester Walter Dame, dank u wel voor uw reactie. Ja, en goedenavond, minister van Staat Herman de Croo. Ja, u was in die periode waar we het nu over hebben, van de aanslagen in 85 en 86, minister van PTT en ook van Verkeerswezen, zo heette dat toen, hè. Ja, mag ik zeggen, nu wordt op dit moment naar uw generatie gekeken als de generatie politici die dit dossier, dit onderzoek hebben laten verloederen? Ik vind dat een zwaar woord, zoals ook het woord manipulatie toch zwaar is. Want als je manipulatie bekijkt, mm-hmm, wil dat zeggen iets opzettelijks doen om de waarheid te breken, te verdoezelen, mm-hmm, te reoriënteren. Ik heb dit dossier natuurlijk, zoals iedereen in die tijd, kunnen volgen van buitenuit. De Verkeerswezen was een zwaar departement en zat ook in een soort veiligheidscel. Mm-hmm. Normaal, dat alles. Dus u maakte deel uit van het overleg? Van tijd tot tijd hadden wij overleg naar veiligheid toe en kregen wij de rapporten die daarmee in verband, mm-hmm, stonden. De bende van Nijvel was eerst Les Tueurs Fous du Brabant. Hè. Het was een Brabantse, Waalse aangelegenheid waar men toch eigenaardig, ja, door opkeek. Het is maar wanneer, kort na de laatste dramatische aanval in Aalst, er 3 opeenvolgende onbegrijpelijke, dodelijke, slachtoffersmakende aanvallen zijn gebeurd. Dat de draagwijde doordrong? De draagwijde doordrong. En dat men zegt, maar enfin, de eerste reactie is, de speurs doen hun werk. Men heeft daar heel veel volk op gezet. We hebben vertrouwen in justitie. Ik heb gans mijn leven lang advocaat geweest en ik heb recht onderwezen aan de universiteit. Ik respecteer wat collega en confrater Dame zegt. Is juist, het onderzoek bij ons gebeurt in discretie. Wat wij nu voelen is dat onderzoek wel tot het bot geweest? Mm-hmm. Hoe komt het dat men daar geen klaarheid heeft? Waarom heeft men met 10 jaar een verlenging van een verjaring moeten tot stand brengen? Dat intrigeert, dat stoort ons. Ik ga bijna elke 9 november naar het kerkhof van Aalst met de burgemeesters om de slachtoffers al daar te herdenken. Ik heb meerdere malen David van der Steen ontmoet. Mm-hmm. En ik stel vast dat mijn vertrouwen in het systeem zelf, waar ik fundamenteel vertrouwen in heb, zou aan het wankelen kunnen komen, ja, indien hier geen waarheid of geen oplossing wordt gevonden. Dat is, meneer de Croo, wat u hier zegt als politicus. Een uitspraak die weegt, die kan tellen. Ik denk dat het een gevoel is dat leeft bij een groot deel van de mensen die nu te weten komen wat er gebeurt in dat onderzoek. Laten we het ook eens hebben over de vele complottheorieën. Ik kan bijna niet anders, die hierover de ronde doen. Eerst en vooral het weghalen van het onderzoek op een bepaald moment bij de speurders in Dendermonde. We hadden het er net over, naar Charleroi. Wat zegt u daar nu over? Dat heeft ons geïntrigeerd. In welke zin?
Wel, wanneer je een onderzoek hebt waar vele speuders op zijn geplaatst, dat geografisch kon gebeuren en moest gebeuren, Dendermonde, Aalst, was wellicht het zwaarste van deze overvallen. Mm-hmm. En dan wordt het verplaatst naar een ander gebied. In die tijd was er geen federaal parket. De structuren die we nu hebben, zouden dat niet meer nodig hebben gemaakt. Ja. Maar dan heb je één groot gevolg. Men moet dat dossier vertalen. Die honderdduizenden bladzijden van die tijd hebben waarschijnlijk jaren vertaalwerk gevergd. Mm-hmm. En men stelt zich de vraag, waarom is dat gebeurd? Dat was iets dat velen onder ons intrigeerden. Maar daar is dan verder eigenlijk niets mee gebeurd. Wel, we hebben toch twee onderzoekscommissies gehad op parlementair vlak. En collega Koveliers is daar zeer actief in geweest. Hij is erin geslaagd dat in de theorie van de complotten ook Van den Boeijnans moest verschijnen voor de commissie. Van den Boeijnans heeft zich daar op een royale wijze en terecht, denk ik, kunnen van ontdoen. Laten we het daar nog even over hebben, meneer De Croo, want dat is ook een naam die voortdurend terugkomt. We zagen hem ook opduiken in de oude panorama uit 1990 die we deze week hebben uitgezonden. Ja, de naam van Van den Boeijnans blijft opduiken, wordt dan in verband gebracht met toenmalige drugshandel in bevroren vlees. U lacht. Dat is compleet uit de lucht gegrepen, zegt u. Ik heb collega Van den Boeijnans aan de regeringstafel goed gekend. Het vertrouwen van diegene die hem omringen was zo groot dat bij zijn begrafenis ik een lijkrede heb uitgesproken in de kathedraal te Brussel. Ja. Bij het overlijden van Paul Van den Boeijnans. U zegt, daar is absoluut niets van aan. Alles is mogelijk, natuurlijk. Maar ik kan mij niet inbeelden dat de theorie van de Sepik, de Baron de Bonvoisin, die ik ook gekend heb, dat er een soort de extreemrechtse krachten magia, ja, die zouden proberen de staat te ontwrichten. Die daar boven de maatschappij met touwtjes aan de vingers bezig met popjes is in beweging te brengen. Dat kan er bij mij niet in. Daarom dat ik zo nieuwsgierig ben. Ik voel dat collectief om te weten wat is daar gebeurd. Waarom hebben de onder de speurders... Er was een cel die moest het banditistisch aspect onderzoeken. Een andere cel met dezelfde bezetting bijna, die het politiek aspect moest onderzoeken. Dat heeft niets gegeven. Wat dat betreft leg ik u ook voor wat Louis Tobak zegt. Die was minister van Binnenlandse Zaken de periode erna, vanaf 88. Hij zegt, het verwondert me absoluut niet dat daar rijkswachters bij betrokken zouden zijn. Mij verwondert dat enorm. Ja. Ik moet u zeggen, als jij de rijkswacht kent in die tijd, een vierde leger naast de landmacht, de luchtmacht, de zeemacht, was er de rijkswacht. Dus een hiërarchisch leger. Het is de verdienste van collega Tobak van dit te hebben gedemilitariseerd. Al die gevallen hebben ook het systeem verbeterd door het parlement. Controleert nu de inrichting van de politie. Maar u zegt, daar geloof ik niet ondanks de recente evolutie in dit dossier. Dat is het einde van het systeem. Het einde van het systeem. Als je aan diegenen die de wet moeten doen volgen, als je daar structureel moet aan twijfelen wat blijkbaar hier zou kunnen zijn, dan stort er bij mij toch een aantal zekerheden in elkaar. Het is mogelijk, maar dat zet er op het niveau van een klein groepje rijkswachten die zeggen, en we gaan in stonen wat we kunnen en we gaan geld krijgen omdat de nood groot is. Dat geloof ik niet. Om af te ronden, meneer De Croo, wat u nu net beschrijft, dan stort voor mij een heel deel van mijn zekerheden in. Ik denk dat dat nu enorm leeft, ook nu bij jongere generaties die dit dossier leren kennen, van wat is er met de fundamenten van onze rechtsstaat als we er niet in slagen dit op te lossen en hier zoveel rond te doen is aan de hand? Ik deel die mening, mevrouw. Ik loop heel veel buiten. Ik ben nu 50 jaar binnenkort in het parlement. Ik weet wat opinies is. Ja, dat is een probleem voor justitie, toch? Het is een... Wij moeten absoluut... En ik ben zeer ernstig. Indien wij geen aanvaardbare, rationele, uitlegbare verklaring voor die feiten vinden, dan herhaal ik wat ik zeg, stort een deel van mijn overtuiging en van mijn geloof in onze rechtsmaatschappij in. Wat denkt u dat hier uitkomt? Ik hoop, maar fundamenteel, dat hier de waarheid of de aanvaardbare waarheid, want het is ook zoveel jaren terug, uitkomt, dat men weet waarom dat gebeurd is, waarom die slachtoffers daar zijn totaal onschuldig gevallen, welke deus ex machina, welke kwade geest of geesten dat hebben uitgedacht en gemanipuleerd, om dat woord te hergebruiken. Maar daar moet klaarheid komen. Wij zijn dat verschuldigd, niet alleen aan die slachtoffers, maar aan onszelf, aan ons systeem.
Oké, meneer de Croo, dank u wel voor uw komst naar de studio.